Hebben jullie het ook gelezen? Ja, het zal toch wel. Over Johan Derksen. Ja, AD zegt dit. Telegraaf zegt dat. En wel, het AD schrijft dan bijvoorbeeld. Johan Derksen keert mogelijk toch terug op tv. Ik bedoel, hoeveel slagen om de arm wil je hebben? Ja, mogelijk toch terug. Ja, hè. En dan zijn ze volgens de AD, zijn ze achter de schermen aan het kijken hoe het programma dan doorgestart zou kunnen worden met Johan Derksen. Dat schrijven ze dan en dat is dan het hele bericht. Maar ja, dank je de koekoek zeg. Dat ze daar achter de schermen bezig zijn met die topa. Die zit natuurlijk de hele dag zo op hun kop te krabben. En die hebben een verschrikkelijke spijt. Dat ze gewoon het gezicht van de zender zomaar hup uit de deur hebben laten lopen. Ja, tuurlijk denken die bij zichzelf. Hoe kunnen we dit, God, hoe kunnen we dit weer rechtbreien? Ja. Maar goed, dan heb je aan de andere kant de Telegraaf. En de Telegraaf, die reageert gewoon op dat bericht uit het AD. En die hadden dan een bericht geloof ik van de ANP en die hadden even gewoon keurig gebeld met Johan Derksen. En Johan Derksen, die zegt alleen maar, ik ben gestopt. Ja, en dan laat ik het bij. En er zijn met mij geen gesprekken en daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Punt. En klaar. Tot zover. Ja, en dat is natuurlijk vervelend, sowieso, voor alle mensen die dolgraag willen, want dat blijkt wel uit de reacties die je overal leest en die ik ook krijg, van mensen die zich gewoon de kleren vervelen nu bij de televisie, ja. Die vinden het saai, ja, waar is hun programmaatje om 9:30? Ja, dat begrijp ik wel, ja, dat snap ik. Maar ja, vrienden, luister eens goed, die Derksen, die heeft gewoon helemaal de balen van de talpa. En ik kan je zeggen waarom. Want die mensen die daar werken. En je praat hier gewoon met een ervaringsdeskundige. Die heb ik ook meegemaakt. In TV-land. Ik ken die mensen. En dat zijn hele erge onbenullige mensen. Ja, en dat zijn enorme leken die geen verstand hebben van televisie. En daar heeft onze Johan helemaal zijn buik van vol. En dat niet alleen, ze hebben hem ook laten vallen. Nu, op dit cruciale moment, hebben ze hem laten vallen. En daar stapt Johan niet zo makkelijk overheen. Nou ja, en daar staan we dan. En hoe krijgen we dit weer recht? En hoe krijgen we al die volgers en al die kijkers die dolgraag willen dat dat programma weer terugkomt? Hoe maken we die weer blij? Ja, dat is de grote vraag. Dat kan eigenlijk, vrienden, volgens mij maar op één manier. En als dat niet gebeurt, dan komt Johan Derksen niet terug. Geloof mij nou maar. Eén manier is er maar. De John. Ja, de John van Talpa. Die zal in zijn auto moeten stappen. En die zal de afstand moeten afleggen tussen Hilversum en Grollo. Dat is 170 kilometer, de John. Ik heb het nagekeken. 2 uur rijden. Jij gaat naar Grollo en jij gaat daar praten met Johan Derksen. Jij belt aan van zijn voordeurtje en je maakt nederig je excuus voor het wangedrag van de Talpa-directie. En daarna ga je met hem rustig bespreken hoe het programma weer terugkomt op tv. Dat is de enige manier en daar zal Johan Derksen voor jouw persoonlijke bezoek, nederig hè, nederig, daar zal hij gevoelig voor zijn. Oké, hey, de John, jij kan heel veel mensen weer blij maken.